Ready voor de comments? Ja. Oké, ready? Ik ben benieuwd. Ja, we zijn ongezouten. Oké. Alright, first one. Die gast kan geen 2 minuten van haar blijven. Net een verliefde puber. Wie is die gast? Ze hebben het over jou. Wie ben ik? Ja, maar dat klopt ook wel een beetje. Ja, wij dansen. Jij moet aan mij. Ik ben ook verliefd op jou. Ja. Maar ik wil wel op het hart drukken dat hij is gay. Waarom heeft James een hesje aan? Vraagteken, vraagteken. Keer op keer, komma, komma. Wringt dat niet tijdens het dansen? Ja, we repeteren dat natuurlijk met die hesjes. Dus dat weet je wel. Maar ja, het is wel een feit dat ik soms zo kijk naar mezelf dan achteraf. Ik thuis kom en denk, kan ik kijken dat ik denk, ik zit er echt uit alsof ik er elk moment ga uitbarsten gewoon. Dus ik snap wel dat de mensen dat schrijven, hoor, zeker en vast. Ja, want ik heb zelf ook alweer gedacht van, oké, als ik nu even hoest, dan spet heel mijn hesje uit elkaar. Lezen jullie soms commentaren online? Af en toe, soms. Soms kriebelt dat, ik weet niet. Als ik iets voorbij zie komen, dan... Ja, 50-50 als ik iets zie. En jij, Natasha? Echt nooit. Nee, nooit. Ik kijk er echt niet naar. Ja. En het publiek mag tweeten, mag sturen. En ja, soms zit er natuurlijk zo'n kind een vrij grof tussen. En dan denkt hij, oké, die had gewoon een mindere dag of zo. Oeh, hier nog één laatste. Ik ben heel benieuwd wat je daarvan vindt. Oké. Na Karen maakt een flopplaat, Karen deed een flopdans. Dit was toch ploppen? Ging het niet over plop vorige week? Een plopdans! Jongens, toch? Ik wil iets juicy. Ja, wacht eventjes. Ja, ik heb er hier eerst nog een heel mooie. Het is haar first, dus even iets voor Natasha. You ready? Ja, is goed. Erin komen ook zo. Prachtig gedaan. Ongelooflijke choreo door Natasha. Chapeau dat je zo'n sterke man bent geworden met al wat ze je hebben aangedaan, Ian.